Dit is triest, is dit. Sta je nou elke ochtend en nu staan we hier. Maar over een kwartiertje sta je daar een kilometer verderop vast. Maar je kan geen enkele kant op. Het is een grote rotzooi, maar ja, je sluit aan en je gaat. Maar ja, je hebt weinig anders te doen. Ja. Je kan via jouw schoorn en er zit ook een rotzooi, daar is het ook helemaal vast. Ja, het is allemaal lekker slecht geregeld. Op drie plaatsen tegelijk aan het werk hier in de buurt. En die verkeersregelaars maken er ook een potje van. Iedere dag een half uur extra. Volgens de Brielse wethouder Schipper is de overlast veel erger dan de provincie had voorspeld. Hij spreekt van een totale chaos. En een totale chaos die onaanvaardbaar is. Want alle wethouders verkeer en vervoer van Voorne-Putten hebben in een vroegtijdig stadium met de gedeputeerde De Bond daarover gesproken. Maar zij volhard en zei dat het niet in de zomerseizoen kon vanwege de pleziervaart. Achteraf blijken er 26 bootjes de hele seizoen onder de brug doorgegaan te zijn. Althans, waar de brug voor open moest. En nu zitten we met dit gigantische probleem. In een speciaal ingerichte controlekamer in Spijkenisse proberen verkeersdeskundigen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door verkeersregelaars in te zetten bij de Spijkenisserbrug, die geregeld open moet voor de zeevaart. Dus wij hebben eigenlijk in samenspraak aan de voor- en aan de achterzijde op de kruisingen de verkeersregelaars ingezet op een dusdanige manier, in combinatie met de brugwachters, dan vanuit de centrale, om in ieder geval altijd op het laatste moment die brug draaiend te hebben en zoveel mogelijk van die capaciteit te gebruiken. Nou, wat je dus ook al zag na 3-4 dagen, is dat er eigenlijk bijna geen file meer staat in Spijkenisse, omdat je die capaciteit goed benut. Maar in Brielen en Oostvoorne zijn er wel problemen. De wethouder vindt de maatregelen van de provincie dan ook niet afdoende. Morgenochtend overlegt hij weer met de wethouders van Voorne-Putten in Bernisse. Ik heb al gezegd, ik hoop dat ik er op tijd kan zijn. Even opzij voor een brommer natuurlijk, want het is toch een fietspad. Dan moeten we weer gaan kijken wat kunnen we er nog meer aan pressie uitoefenen. De werkzaamheden aan de Hartelbrug duren nog tot begin november.